Hoeveel reacties heb jij gehad na het EK? Nou, veel. Redelijk veel. Mijn WhatsApp was aardig gevuld. Facebook, Twitter, waar ik zelf niet zo heel veel mee doe. Het ging aardig. Iedereen was er wel bij. Ja, het was veel. Wat zijn de leukste reacties geweest? Nou, je vrienden en familie die het hebben gevolgd zijn natuurlijk wel altijd echt het speciaalst. Ik bedoel, de mensen die je nummer toevallig hebben en zeggen, oh, goed gedaan, interesseren je net wat minder. Maar ja, mijn vrienden en familie waren er ook wel veel bij. Dus dat was heel leuk. Maar ja, de WhatsAppjes van mensen die het echt elke dag volgen en dag in dag uit eigenlijk voor je zijn, terwijl je niet zoveel prioriteit bij hun hebt, dan is dat wel heel leuk om dan ja, toch voor hun ook een beetje te doen. Ja. Zilver komt voor, denk ik, veel mensen als een verrassing. Hoe is dat voor een van de hoofdpersonen zelf? Ja, ik denk dat we door de media een beetje waren opgeblazen als het droomduo. Ja, onze eerste wedstrijd, dus dan ga je er toch open in. Dus eigenlijk sta je er als laatste en alles wat daarboven komt is mooi meegenomen. Maar we hadden voor onszelf, ja, ik wilde heel graag natuurlijk Ilse de titel verdedigen. Ik heb zelf ook niet heel vaak verloren, dus dan wil je het allebei. Maar je moet gewoon realistisch kijken, wat is haalbaar. En ik denk dat we dan, nou ja, in het toernooi, we begonnen de voorwedstrijd niet als torenhoog favoriet uiteindelijk. En via de herkansing ook nog niet als favoriet. En dan uiteindelijk met zilver naar huis, dat is wel, heb je gepiekt op het juiste moment. Hoe kan je zoveel sprongen maken in het toernooi? Nou, dat is heel simpel. Als je nog nooit een wedstrijd had gestart, dan gaat dat redelijk snel. Dan groei je daar gewoon heel makkelijk in. We konden na elke wedstrijd, oké, dit ging niet goed, dit ging niet goed. Dit ging wel goed. Ik bedoel, het was echt niet rampzalig natuurlijk. Maar dan kan je heel makkelijk, nou, dit moet beter. Nou, dan ga je dat gewoon de volgende wedstrijd, omdat we allebei op een dusdanig niveau zijn dat je goed kan roeien, kan je dan meteen daarmee aan de slag. Dus dat was wel, dan lukt dat dus. Nu wordt er ongetwijfeld gezegd, nou, we hebben een mooie droomkoppen voor de toekomst. Hoe sta jij daarin? Of is daarover gesproken? Misschien door de buitenwereld. Zelf nog niet natuurlijk. We hadden echt een doel het EK en daar goed varen en daar een mooi resultaat neerzetten. En natuurlijk denk je van, nou, dit na deze voorbereiding, nou, daar zit nog wel wat meer in. Maar je hebt natuurlijk tegenstanders die dat misschien ook wel kunnen. En wat dat betreft, ja, kan je er natuurlijk weinig over zeggen. Maar ik denk zeker dat we gebrand zijn om volgend jaar dan te winnen als je daar met z'n tweeën ligt. Maar later dit jaar, een WK, is dat een optie? Ja, het WK is inderdaad eind september. Ilse doet er co-schappen, dus het is nog maar de vraag of dat allemaal gaat passen. Je kan natuurlijk beter één ding goed doen in plaats van twee dingen half. En op een WK, nou, je ziet het al, op het EK krijg je niks cadeau. En op het WK komen er ploegen bij en dan krijg je het echt niet cadeau in die lichte dames dubbel 2. Dus we gaan even kijken of het in de planning past. En als het erin past, dan denk ik dat we er vol voor gaan. En anders dan komt het later wel. Als je zoveel stappen kan maken tijdens een EK, hè, door gewoon te analyseren wat niet goed gaat, wat beter moet, en je ziet het direct terug, waarom kan dat niet op een WK dan? Je wilt toch wel wat meer trainingsuren maken, want ja, iedereen traint hard. En het verschil zit in 0,4 seconden of zo. Dus dan, ja, je moet samen trainingsuren maken. Je moet samen elkaar beter leren kennen. Je kent elkaar nog niet zo goed en je moet met elkaar op trainingskamp om elkaar daar te leren kennen op het moment dat het niet zo goed gaat, elkaar zwakke plekken kunnen vinden en die elkaar kunnen opvangen. En het moet wel zin hebben om daarvoor te gaan. En als er geen tijd is, dan heeft dat geen zin. Nu voor de buitenwachten, even kijken, 20 mei, ongeveer 22 mei kwam het naar buiten dat jullie samen naar het EK gingen. Maar dat was voor jou al veel langer bekend, heb ik begrepen. Dat was zeker wel eerder. Ik had eindexamens tot 22, denk ik. En ja, Ilse deed er co-schappen, dus dan is er een logistiek probleem met tijden die je beschikbaar bent. Dus wij wisten het wel eerder en we hebben samen getraind ervoor. Want 3 dagen van tevoren beginnen met trainen, dan kan je... Dat gaat niet worden, hè? Nee, dat gaat niet worden, helaas. Was maar zo. Samen met iemand roeien, dat is voor jou toch ook niet alledaags, toch? Nee, ik heb altijd in de eenmansboot gezeten eigenlijk. Los van dat ik de dubbel 2 heel graag wilde, want het is het enige Olympische nummer. En dit keer was inderdaad eigenlijk de eerste echt senioren toernooi waar ik met iemand anders zat. En hoe is dat? Ik zat dan op boeg, dat is achterpositie. Dus dan zit je achter iemand. Dus dan moet je volgen. Nou, in je eentje hoef je niemand te volgen, dus dat was al nieuw. En je geeft de commando's als boeg. En daar was ik ook niet zo aan gewend. Maar uiteindelijk, Ilse zat vorig jaar op boeg toen ze Olympisch goud veroverde. Dus die heeft me verteld hoe zij dat deed op boeg. En dat het echt een spelletje is.
En ik wist gewoon eventjes niet zo goed de spelregels. En nou, bij de finale had ik die door. En toen, dit is echt ongelooflijk wat je nu zegt. Ik wist eigenlijk de spelregels niet. En aan het eind van de rit pak je zilver. Ja, nou, je moet het eigenlijk zien als... Je maakt een raceplan en dat ga je uitvoeren. Maar omdat we een nieuwe dubbel 2 zijn eigenlijk... Maak je een raceplan zonder dat je echt weet of dat raceplan bij jou past. Dus dan ga je richting die finale. Kwamen eigenlijk steeds meer de puntjes op de i voor ons raceplan. En blijkbaar bleek dat we de eerste 500 erbij moesten liggen. En als we er dan naast lagen, dan gingen we wel. En dat zag je in de finale terug. En in de voorwedstrijd en herkansing waren het eigenlijk wat meer... Oké, we liggen er niet helemaal bij. We moeten onszelf terugvechten als daar. En in de finale was het, nou, we liggen erbij. En nu gaan wij. Weet je zo. Ja. Wat zegt dit over jouw status? Verandert die door zo'n plak? Denk het niet. Het roeien heeft sowieso niet zo heel veel status natuurlijk. Ik denk wel dat ik heb bewezen dat ik goed kan roeien. Maar ik denk dat ook weinig mensen daaraan twijfelden. Maar inderdaad, nu met z'n tweeën, dat is echt wel een heel ander nummer. En ja, ik denk niet dat het heel veel verandert. Maar het is zeker mooi meegenomen. De Olympische Spelen is nog heel ver weg. Maar dat is wel een droom. Dat is voor iedereen een droom, dus dat is voor jou niet anders. Nee, zeker. Ik denk als je als sporter zijn en er is een Olympisch nummer en je wil niet naar de Olympische Spelen, dan weet ik niet zo goed waarom. Ben je niet goed bij je hoofd, hè? Nee, ja, dan kan je beter stoppen, denk ik. Nou ja, trainen is ook wel leuk af en toe, maar ja, dat natuurlijk wil je dat. Maar je moet ook wel stapje voor stapje. Ik ben niet zo iemand die elke dag kan denken over 3,5 jaar, is het denk ik. Wil ik dit gaan neerzetten? Ik ben iemand die wat meer de korte termijn doelen... Ja, nodig heeft. Maar deze combinatie is dan een... Nou ja, ik zeg het maar. Is dan een gouden combinatie mogelijk over een jaar of drie? Nou, ik heb geen glazen bol. Als ik ervoor zou kunnen tekenen, zou ik het nu natuurlijk doen. Maar moet je daar nou niet al jaren van tevoren mee bezig zijn? Nou ja, we zijn in principe bezig door allebei te trainen. En meestal komen er in 4 jaar kunnen er nieuwe talenten bij komen die het gewoon ook snel oppakken. En dan uiteindelijk... Eindig je met 2 mensen die naar de Olympische Spelen gaan. En of jij erbij zit, dat weet je niet. Maar ik denk dat iedereen dat heel graag wil en daar heel hard voor traint. En ja, fit worden, sterker worden, volwassener worden, meer ervaring opdoen. Dat zal allemaal meewerken aan uiteindelijk zo'n Olympische Spelen. Hoe ziet jouw programma eruit de komende maanden, weken? Nou, nu vrij rustig, want ik heb dus net mijn eindexamens gedaan. Dus ja, ik heb niet zoveel, behalve trainen. Ja, het zal veel trainen zijn en ik heb dus nog niet helemaal een planning in wat voor een boottype dat zou zijn. Of dat in een eenmansbootje weer zou zijn. Of dat ik af en toe weer in de dubbel mag stappen. Of ja, ik weet het eigenlijk niet. Maar het zal ongetwijfeld veel trainen zijn. Ja, want de opties die zijn nu, ja, je hebt meerdere opties nu, hè. Dus ze weten wat je ook kan met Ilse Paulus. Ja. Dus ja, dat is voor jou ook weer natuurlijk even een nieuwe situatie. Ja, en het geeft ook wel veel vertrouwen dat je dan in korte termijn al zoiets kan neerzetten. Er is nog een andere lichte dame, Amber Kraak. Wie weet dat ik met haar in dubbel 2 stap voor de rest van het seizoen. Je weet het niet. En nou ja, het enige wat je weet is dat iedereen weer lekker gaat trainen. En het EK is nu geweest. Dat was toch wel een piekmoment voor ons allemaal. Dus dan ja, kijk je weer vooruit en dan ga je nieuwe plannen maken.